Minor Sportpax gebruik je om je leren minors te onderhouden. Zo voorkom je beschadigingen. Leer droogt van nature uit, waardoor haarscheurtjes ontstaan. Voorkom dit uitdrogen dus met de Minor Sportwax. Hoe? Haal eerst de veters uit je minors, verwijder dan met een borstel al het vuil van je schoen en mocht het nodig zijn, verwijder dan het laatste vuil met lauw water. Laat de schoenen op een natuurlijke manier drogen, niet in de zon of op de verwarming, maar gewoon in een droge ruimte. Zo voorkom je uitdroging. Hoe breng je de wax aan? Dit kan met een borsteltje, met een doek of met je duim. De lichaamswarmte van je duim maakt de wax vloeibaar. Je smeert het nog makkelijker en egaler uit. Let op dat je de buigplekken, naden en metalen delen van je schoen goed meeneemt. Dit zijn de risicoplekken. Laat de wax volledig intrekken en herhaal de behandeling zo vaak als nodig. Tips: Minor Sportwax is vooral geschikt voor glad leer. Je kunt de wax ook aanbrengen op nubbek leer, maar bedenk wel dat het nubbek donkerder zal worden en een gladdere structuur krijgt. Na de behandeling met de wax kun je ook nog een nabehandeling doen met de Minor Conditioner Improver. Dit maakt je schoen weer zo goed als nieuw. Je kunt de minor extra waterdicht maken met de Minor Wetproof. Let op, voorkom dat je de sportwax in je ogen krijgt. Zeker als het direct met je duim is aangebracht. Bewaar de wax buiten bereik van kinderen. Heb je nog vragen over de Minor Sportwax? Neem dan gewoon even contact op. We hebben alle antwoorden, ook over het schoenonderhoud in het algemeen. We horen graag van je. Tot snel!